Man of the match, 2-1 gewonnen, dus tevreden? Ja, dik tevreden over de uitslag. Iets minder tevreden over ons vertoonde spel. Ik denk dat het niet heel erg goed was, maar in deze fase maakt het niet zoveel uit. Dus 3 punten hadden we nodig en die hebben we gepakt. Hele mooie goal wat je maakt, die vrije trap. Daarna de voorzet waar 2-1 uitvalt en in de tweede helft nog een keer een voorzet waar bijna ingekopen wordt. Zelf nog eens een keer schot over. Ja, ik vind het wel terecht, man of the match. Ja, ik weet niet of dat terecht is, maar dat is een andere. Maar het ging lekker vandaag. Ik was beslissend en daarvoor ben ik hier ook. Dus dat moet vaker gebeuren. Alleen even de tweede minuut, dan kregen we toch wel de schrik om ons hart. Wat gebeurde achterin? Ik zal heel eerlijk zijn, ik zag het niet zo goed, want het was 1 bal en hij lag er meteen in. Dus waarschijnlijk stond er iemand te slapen. Ik kon niet zien wie of wat, maar hij maakte hem af. Dus stond er meteen achter. Zonder achter, maar we kwamen toch weer terug. We hebben goede zaken gedaan, want de concurrentie heeft praktisch allemaal verloren. We zijn gestegen naar de 10e plaats. Dat betekent op dit moment na competitie, oftewel play-offs. Ja, klopt. Op dit moment staan we er volgens mij redelijk voor. Ik geloof dat er wel nog 2 ploegen zijn met de wedstrijd minder. Maar we moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Niet te veel ons daarop focussen, want we hebben de puntjes gewoon hard nodig om bij te sluiten en bij te blijven. Ja, en dan focussen op de volgende wedstrijd. Sparta uit, volgende week zaterdag. Sparta vandaag met 4-0 verloren van Eindhoven. Ze zakken steeds verder weg. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat jammer om te zien. Sparta natuurlijk de club waar ik ben doorgebroken in betaalde voetbal. Maar goed, het is niet anders. Volgende week zijn ze de tegenstander. En ik hoop dat wij ze nog een keer 4-0 eraf kunnen halen. En daarna krijgen we een paar derbies. Daar vreugen de supporters zich vooral op. Hoe kijk jij tegen een derby aan? Nou ja, ik heb veel derbies gespeeld in mijn carrière tot nog toe. En een derby is gewoon altijd speciaal. Vooral voor de mensen die veel om het clubje geven. Jongens als mij die ver hier vandaan komen, hebben er wat minder mee. Maar ik weet dat de sporters verwachten dat we de graspollen eruit lopen. En dat gaan we dan ook doen. En we hebben nu 1 wedstrijd weer verloren. We hebben nu weer gewonnen. Hebben we de weg weer omhoog ingezet. Gaan we nou echt werkelijk dat we die play-offs gaan halen? Ik durf het bijna niet te zeggen. Want iedere keer als we dichtbij zijn, dan geven we het weg. Dus we hebben een andere strategie aangenomen, wedstrijd tot wedstrijd. En aan het einde van de rit zien we wel of het genoeg is. Ja, het kan zelfs nog beslissend worden, want Emmen staat ook bij ons in de buurt. En de laatste wedstrijd is het de wedstrijd naar Emmen. Ja, ik heb het gezien, ja, inderdaad. Emmen uit, geloof ik. Dus het kan cruciaal worden. Dat zou alleen maar mooi zijn. Het is leuk om ergens voor te spelen, dus daar doen we het voor. En als we dan het halen, een hele lange terugreis en natuurlijk feest. Ja, dan wordt het een feestje. Maar eigenlijk begint het dan pas. Want als je meedoet aan de play-offs, vind ik ook dat je volle bak moet gaan. Ik heb het 3 keer eerder gedaan en 2 keer heel dichtbij gepromotie geweest. Dus we zullen wel zien. Blijven we op dit moment dromen, maar we gaan er wel voor. Ja, en ik hoorde net van Niels Vets dat hij deze week geopereerd wordt. Die is ook de rest van het seizoen uitgeschakeld. De rest is eigenlijk allemaal weer blessurevrij. Ja, ik hoop dat het met Patrick en Koy een beetje meevalt. Want die had last van zijn hamstring, geloof ik. Maar voor de rest hebben iedereen aan boord. En ik denk dat we dan een moeilijk te kloppen ploeg zijn. Oké, daar gaan we voor. Dankjewel. Oké, dankjewel.